De moedertaal moet als instaptaal gebruikt worden in het onderwijs. Dat is een van de doelstellingen van de Associatie van Surinaamse Taalgemeenschappen. De associatie is geproclameerd op 21 februari, de Dag der Moedertalen, door de Henri Frans de Ziel Stichting. Johan Rozer, voorzitter van de stichting, zegt dat als de moedertaal als instaptaal gebruikt wil worden in het onderwijs, er randvoorwaarden gecreëerd moeten worden. En dat kan alleen door de beleidsmakers. En de verschillende functies van de talen binnen het onderwijssysteem, dat moet ook worden besproken met elkaar. Dus er zijn een aantal dingen die als wenselijk worden geacht, maar misschien zelfs ook noodzakelijk. En vandaar dat we dus zeggen van met de associatie, immers wordt gezegd van samen zijn we sterk, dat we zo meer kunnen bereiken. Voor wat betreft de Surinaamse taal. Rozer zegt dat het spreken van de moedertaal helpt bij het vormen van de eigen identiteit. Ook ligt er in taal een stuk erfgoed verborgen. Als we de moedertalen verloren laten gaan, verliezen we niet alleen onze identiteit, maar ook een deel van ons erfgoed. Dus daarom is het belangrijk dat heel goed wordt omgegaan met de talen die we hebben in Suriname. We zijn niet alleen maar uniek op dat stuk, maar we hebben ook heel veel uitdagingen. En we moeten ervoor zorgen dat we die uitdagingen inderdaad ook adresseren om oplossingen te vinden. Dus we moeten nog een inventaris gaan dat vragen aan de taalgemeenschappen. En van daaruit gaan we dus verder de zaken formuleren. Voor wat betreft bijvoorbeeld de inheemse en de Marontalen, dat zijn gemeenschapstalen. Dus we moeten ook van het gezag gaan uitleggen aan het gezag van de stammen, van hoe dat in elkaar zit en dat ze medewerking verlenen en dat er vertrouwen is. We willen dit allemaal doen in nauw overleg met alles en iedereen. Het moet helder zijn wat de doelstellingen zijn, het moet helder zijn dat we geen kennis willen roven of hoe je het wil formuleren. Maar het gaat erom dat we de rijkdom die we hebben aan talen, dat we die rijkdom een waardige plaats geven in ons bestel. Tot zover Johan Rozer, voorzitter van de Henri Frans de Ziel Stichting. Bij de Associatie van Surinaamse Taalgemeenschappen zijn 9 taal- en culturele organisaties aangesloten die zich zullen buigen over de taalsituatie in Suriname.